Hi, leuk dat je weer kijkt. In deze video deel ik geen recept, maar laat ik je mijn nieuwe keuken zien. Inmiddels zijn we verhuisd naar een ander huis waar ruimte is voor mijn droomkeuken. De oude keuken sloopten we eruit en dit is de keuken die we er plaatsten. Tadaa! Is hij niet super mooi? We hebben meerdere keukenzagen verzocht en uiteindelijk hebben mijn mandenmakers onze keuken samengesteld. In de showroom hebben we hele toffe inspiratie opgedaan. En het fijne was ook dat de adviseur heel goed luisterde of eigenlijk juist doorvroeg naar wat wij precies wilden in onze nieuwe keuken. En hierdoor hebben we uiteindelijk voor een andere opstelling gekozen dan wat we van plan waren. We waren van plan om een hoekopstelling te nemen. Dat is dus hier een kastenwand en hier een heel groot werkblad. Maar uiteindelijk wilde ik heel graag dat mijn keuken de middelpunt van de ruimte zou zijn. Dat het echt een leefkeuken zou zijn. En met het eiland is dit ontzettend goed gelukt. Je bent nu vast nieuwsgierig geworden naar waar wij allemaal voor gekozen hebben. Ik geef je een tour door onze nieuwe keuken. En ik begin daar bij de vaatwasser. In de nieuwe keuken mag een vaatwasser niet ontbreken wat mij betreft. Ideaal, zeker als je zoveel kookt als ik. Wij hebben gekozen voor een zwarte spoelbak. Dat wilden wij heel graag, want vonden we een hele mooie uitstraling hebben. En ons blad is van composiet, dat ik goed heb. En we hebben gekozen voor, het is een beetje een betonlook. Qua kraan hebben wij gekozen voor een koeker. Ik wist al heel snel dat ik een koeker in mijn nieuwe keuken wilde. Handig voor als je thee zet. Ik drink heel veel thee namelijk. Maar ook heel handig bij het koken. Zo heb je direct warm water, vaak heet water, tot je beschikking. Ik zal even laten zien hoe die werkt. Aan deze achterkant van het eiland hebben we gekozen voor vier grote laders waar ik lekker veel in kwijt kan. En de bovenste laders hebben allebei een besteklade. In deze bewaar ik het bestek en in de volgende, en daar ben ik heel erg blij mee, kan ik mijn kruiden kwijt. Zoals je misschien in mijn vorige keukentour hebt gezien, had ik heel veel kruiden die allemaal verspreid door het hele laadje lagen. En zo heb ik lekker overzicht. En in deze onderste la, daar kan ik lekker de pannen kwijt. Dat is heel fijn dat het dicht bij het fornuis is. Aangekomen bij het fornuis. Ik ben overgestapt van gas naar inductie. Dit is een inductieplaat met... Voor mij zijn het vier zones, twee vaste pitten en één flexzone waardoor ik ook bijvoorbeeld een hele grote teppanyaki plaat erop kan zetten. De kookplaat en eigenlijk ook alle andere apparatuur. Ja, van ovens, koelkast tot vaatwasser zijn allemaal van het merk ATAG. En hier hebben wij voor gekozen omdat we dit een hele mooie prijs-kwaliteit verhouding vonden. Een hele mooie stoere uitstraling, wat ook heel erg goed paste bij onze keuken. En de afzuigkap is ook van ATAG. En wij hebben gekozen voor een witte afzuigkap, zodat die heel mooi wegvalt in de kook. We hebben hier aan de zijkant een hele mooie kastenwand geplaatst. Dit hebben we niet aan de achterkant gedaan, omdat het toch wel een beetje krap werd met de eettafel. En niet genoeg loopruimte. Dus we wilden het graag wat ruim houden. Dus we hebben aan deze kant een hele mooie kastenwand geplaatst. Zoals je ziet is het een hele andere kleur dan het eiland. We vonden deze donkere deur vonden we heel erg stoer. Dus toevallig iets wat we ook heel veel zagen in de showroom bij mandenmakers. En we vonden het heel tof om dat ook hier in ons huis terug te laten komen. En we hebben deze kasten ook echt laten inbouwen in een koop. Zodat ik niet daarbovenop allemaal troepjes heb en stof. En dat ik daar weer dingen ga neerleggen, dat wilden we niet. Hier in de hoek beginnen we bij de koel-vries combinatie. Een lekkere grote koelkast. Wat ik heel fijn vind is dat de groentela extra groot is, zodat die wat is doorgetrokken en dat dit dus iets hoger is. En hieronder is de vriezer met twee grote lades. En kijk, ik moet altijd ijsjes in huis hebben, want dit is zo'n klein laadje waar precies ijsjes in passen. Handig met het mooie weer van de afgelopen week. Dan hebben we hier in de wand twee ovens. Ik wilde graag weer een combi-magnetron, zoals ik ook in onze vorige keuken had. Maar wat ik ook graag wilde proberen is een stoomoven. En dat is ook de reden waarom we uiteindelijk gekozen hebben voor vier zones op de kookplaat. De stoomoven kun je ook heel goed gebruiken voor het stomen van groenten, aardappelen,
vis, vlees, kip bijvoorbeeld. En daar hebben we voor gekozen om dus minder pitten te nemen, of zones. Boven en onder de apparaten hebben we kastjes geplaatst. En dat is heel handig, want hier kan ik dus echt heel veel in kwijt. En zoals je misschien wel ziet, hebben we gekozen voor verschillende greepjes. Hierboven moet je drukken voordat het kastje open gaat. En hier beneden hebben we een stoer greepje geplaatst. En dit hebben we dus 3 keer, dus ik kan hier echt heel veel spullen kwijt. Ik kan je zeggen, er is zelfs nog een kastje leeg. Gaan we door naar de tweede oven, dat is de combi-magnetron. Het ziet er van binnen eigenlijk hetzelfde uit als een stoomoven, alleen heeft hij dus geen stoomreservoir. En dan gaan we nu door naar ons laatste apparaat, dat is het koffieapparaat. Ik moet zeggen, dit is meer het ding van mijn vriend dan van mezelf. Ik drink zelf bijna geen koffie. Hier kun je ook latte macchiato en cappuccino en dat soort dingen mee maken. Luxe, maar wel heel erg handig. Aan de andere kant van het eiland, aan de voorkant, hebben we 4 kastjes geplaatst. Eigenlijk 2 kastjes geplaatst. Het is heel handig, want zo kan ik de borden, mijn tafeldekken, kan ik zo op tafel zetten. En dan heb ik hier hebben we nog stopcontacten. We hebben gekozen voor dubbele stopcontacten, dus 2 keer 2. En het lijkt me heel handig dat je altijd genoeg stopcontacten hebt. En we hebben hier aan het einde nog een stukje open. Dit is een barretje. Er komen nog 2 barkrukken. Die worden volgende week geleverd. Dit is hem dan, onze nieuwe keuken. Het is een echte leefkeuken geworden. Daar ben ik heel erg blij mee. Want zo is de keuken echt het middelpunt van ons huis eigenlijk. Ik weet zeker dat we hier heel veel tijd gaan doorbrengen. De recepten voor brendakook.nl worden vanaf nu in deze mooie nieuwe keuken gekookt. Ik ben er super blij mee. En ik ga lekker voor jullie aan de slag. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!